Een seriemoordenaar is een moordenaar die meerdere moorden heeft gepleegd. Gemiddeld worden er per jaar 185 moorden gepleegd in België. Hoeveel seriemoordenaars kennen we eigenlijk in België? Het antwoord op deze vraag is onbekend. We kennen namelijk alleen de seriemoordenaars die zijn opgepakt door de politie. Er zullen er vast nog een aantal vrij rondlopen. In deze video vertel ik je over de meest angst- en jagende seriemoordenaars van België. Maar voordat ik dat ga doen. Wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Nummer 10. Staf van Eiken is een Vlaamse moordenaar die tussen 1971 en 1972 in Muizen en Bonheide drie vrouwen verkrachtte en wurgde. Omdat hij zijn slachtoffers ook beet in de borsten kreeg hij de bijnaam de vampier van Muizen. In 1974 werd hij tot de doodstraf veroordeeld. Die automatisch werd omgezet in levenslang. Zijn eerste slachtoffer was Marie-Therese Rossel, een 18-jarig dienstmeisje. Hij verkrachtte en wurgde haar en bewerkte haar vervolgens met een mes. Ook beet hij haar op diverse intieme plaatsen terwijl hij zich aan haar vergreep. Het tweede slachtoffer was Ida Smeets. Hij had haar naar een verlaten fabrieksterrein gesleurd en probeerde haar te verkrachten. Dit mislukte en daarom wurgde hij haar keerde naar huis om te eten en vertrok toen terug naar zijn slachtoffer om haar alsnog seksueel te misbruiken. Toen bleek dat de vrouw nog leefde, rande hij haar opnieuw aan en wurgde haar deze keer definitief. Zijn laatste slachtoffer, de 19-jarige lutgarde van der Wild, werd ook verkracht, vermoord en gebeten in de borsten. Toen de politie haar lichaam vond, fietste staf langs het plaatsdelict en gedroeg zich vreemd. De politie arresteerde hem en hij bekende de moorden direct. Op dit moment zit hij nog steeds zijn straf uit in de gevangenis. Nummer 9. Michel Fourniret kreeg de bijnaam Monster van de Ardennen... omdat hij jarenlang toesloeg in de Belgische en de Franse Ardennen. De Fransman heeft bekend in totaal elf meisjes en vrouwen te hebben vermoord. Voor hij hen vermoordde, ontvoerde en verkrachtte hij zijn slachtoffers. Michel, die in de jaren zestig al veroordeeld werd voor zedenfeiten. Begon zijn moorddadige parcours in december 1987. Enkele maanden daarvoor was hij vrijgelaten uit de gevangenis waar hij een straf uitzat voor zedenfeiten met minderjarige slachtoffers. Aan zijn misdaden kwam pas in juni 2003 een einde na de mislukte ontvoering van een 13-jarig meisje. Michel koos voor jonge meisjes omdat hij graag slachtoffers had die maagd waren. Zijn verklaring hiervoor was dat hij dit deed omwille van verraad die hij voelde toen hij ontdekte dat zijn eerste echtgenote geen maagd meer was bij het huwelijk. Sommige slachtoffers begroef hij in de tuin bij zijn eigen kasteel. Maar ook werden er slachtoffers begraven in het bos. Sommige lichamen zijn nooit meer teruggevonden. In 2008 werd Michel veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en België tussen 1987 en 2001. In 2021 overleed hij. Ook zijn ex-vrouw Monique Olivier, met wie hij in 1989 trouwde, kreeg levenslang voor haar medeplichtigheid. Nummer 8 De Oekraïner Vlodimir Morsay, inmiddels 58 jaar, zit in de gevangenis sinds er in 2003 in België lichamen werden teruggevonden op het militair domein Klein Schietveld in Braschaat. De lichamen waren van een echtpaar en van Vladimir Meijer, een vriend van Flodimir. Meer dan twintig keer werd hij verhoord door de politie, maar hij bleef altijd ontkennen. Totdat hij werd geïnterviewd door een televisieprogramma. Hij bekende de moorden op nationale televisie. Hij zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit. Nummer 7. Abdallah werd op 11 juni 2008 veroordeeld tot levenslang voor de ontvoering, verkrachting en moord op de Luikse stiefzusjes Nathalie Marie en Stacy Lemmens. De lichamen van de meisjes werden gevonden op 400 meter van het café waar de meisjes op 9 juni voor het laatst werden gezien. De stiefzusjes verdwenen op vrijdag 9 juni 2006 in Luik. Ze waren met hun ouders naar de braderie in de wijk Celleunard gegaan, waar ze s'avonds voor het laatst gezien werden. Na een intensieve zoektocht werden de lichamen van beide meisjes op 28 juni in Luik teruggevonden. Rond 11 uur werd het lichaam van Stacy gevonden onder een deksel dat naar de riolen leidt, niet ver van een spoorlijn. In de namiddag werd ook Nathalie gevonden enkele tientallen meter verder. Nummer 6 Op 25 juli 2017 bracht Alexander Dien zijn ex-vriendin Maylilis Deschamps en haar grootouders om het leven. Een nacht eerder had hij in Sint Amansberg... ook al de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraeten vermoord. Jeroen werd doodgestoken met een mes uit wraak... omdat hij pikante beelden van Mylilis had gemaakt. Met datzelfde mes bracht hij ook zijn andere drie slachtoffers om het leven. Op 26 juli 2017 werd hij gearresteerd in een supermarkt in Oostende. Enkele dagen later, op 30 juli... Bekende hij alles aan de politie en werd hij officieel beschuldigd van vier moorden en de voorafgaande marteling van Jeroen? Hij is in 2022 veroordeeld tot levenslang. Nummer 5. Michel Belle, ook wel de burger van Linkeroever genoemd, wordt beschouwd als de eerste seriemoordenaar van Vlaanderen. In augustus 1964 verkrachtte hij een vrouw nadat hij haar had achtervolgd uit de supermarkt in linkeroever. De vrouw kon gelukkig ontsnappen. De eerste moord vond plaats in december 1964. Na de verkrachting van een 21-jarige verpleegster wurgde hij haar in een steeg met een stuk prikkeldraad. Een maand later, in 1965, verkrachtte en vermoordde hij een 37-jarige verpleegster. Hij werd uiteindelijk in 1966 veroordeeld tot de doodstraf en deze straf werd omgezet in levenslang. In 1982 werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. Vier maanden daarna vermoorde hij een studenten in haar appartement in Leuven. In 1984 werd hij weer opgesloten. Hij overleed in 2020 in een psychiatrische instelling. Nummer 4. Freddy Horion. Ook wel de zonnebril genoemd, vermoorde in 1979 een compleet gezin samen met zijn vriend Ronald Vaneule. Ze drongen de woning binnen van de autohandelaar en ze vermoorden het slachtoffer in zijn garage. Vervolgens vermoorden ze zijn echtgenote en hun 13-jarige dochter. Toen de oudste dochter samen met haar verloofde niets thuis kwamen, werden ook zij vermoord. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 1982 ontsnapte Freddy uit de gevangenis. Na anderhalve maand ondergedoken te zijn in Nederland, werd hij opnieuw gearresteerd. Momenteel zit hij nog steeds zijn straf uit in een gevangenis in België. Zijn vriend Roland is inmiddels overleden aan longkanker. Nummer 3 De Hongaarse dominee Andreas Pandi vermoorde zes familieleden en loste hun lichamen op met oplossingsmiddel. Heel het land was gechoqueerd van dit verhaal. Na de aanhouding. Van boven water dat Andreas zijn dochter Agnes en zijn stiefdochter Timea misbruikte. Timea werd zwanger van haar stiefvader, waarna Agnes haar uit jaloersheid probeerde te vermoorden. Dit is mislukt. Op 31 juli 1986 sloeg Andreas de schedels in van Edith, zijn tweede vrouw en haar dochter Andrea, omdat ze wegvluchten naar ruzie. Toch was dit nog maar het begin van de horror. Agnes verklaarde aan de politie dat ze samen met haar vader tussen 1986 en 1989 niet twee, maar liefst zes gezinsleden had vermoord. Volgens Agnes werden de lichamen allemaal in stukken gezaagd en opgelost in een oplossingsmiddel. De resten die overbleven van de lichamen werden gedumpt. Agnes vertelde aan de politie dat ze twee jaar na de moorden op Edith en Timea haar eigen zwakbegaafde broer Daniel doodde met geweerschoten. De moeder van Daniel en de eerste vrouw van Andreas, Ilona Soros, werd die dag naar het huis gelokt, door de vrouw wijs te maken dat Daniel onwel was geworden. Maar helaas werd zij ook vermoord. Later werd ook Zoltan, de broer van Agnes, gedood, omdat hij achterdochtig werd over zijn verdwenen familieleden en sporen vond van de misdaden. Tot slot moest ook Tunde, een dochter van Edith uit een eerder huwelijk, verdwijnen. Op 22 maart 2002 werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij overleed in 2013 in de gevangenis. Zijn dochter Agnes kreeg 21 jaar celstraf voor medeplichtigheid en loopt inmiddels weer vrij rond. Nummer 2: De zaak Dutroux werd wereldnieuws. In 2004 werd Marc Dutroux tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van Sabine en Letitia. En voor de ontvoering en verkrachting van de moord op Julie, Melissa, Anne en Eefje. Eerder werd hij al veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van vijf meisjes in 1989. Op 15 augustus 1996 bevrijdde de politie de 12-jarige Sabine Dardenne en de 14-jarige Letitia Delhey uit de verborgen kelder van Marc Dutroux. Sabine heeft twee en een halve maand gevangen gezeten en Lelita een week. Een aantal dagen na de arrestatie worden Julie. Melissa, Anne en Eefje dood teruggevonden. Dutroux heeft de kinderen vermoord en begraven. Dutroux had een kelderruimte zodanig ingericht dat hij er ontvoerde kinderen kon opsluiten en misbruiken. De geheime ruimte had hij gecreëerd achter een stalen deur. Vanaf de buitenkant kon je niet zien dat er een ingang zat. Mark Dutroux zit op dit moment nog steeds in de gevangenis en komt voorlopig niet vrij. In 2019 vroeg hij een vervroegde vrijlating aan maar deze werd afgewezen. Nummer 1. Tien jaar geleden richtte Kim de Gelder een bloedbad aan in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Op 23 januari 2009 stormde de toen 20-jarige Kim het kinderdagverblijf Fabeltjesland binnen, gewapend met een mes. Hij stak twee baby's en een kinderverzorgster dood en verwondde nog twaalf andere kinderen. Daarna stapte hij op zijn fiets alsof er niks gebeurd was. Een uur later werd hij aangehouden door de politie. Een week eerder bracht hij een inwoonster van Beveren, Elsa van Raamdonk, om het leven door 17 mesteken. Hij is veroordeeld tot levenslang en mag nooit meer vrijkomen omdat hij levensgevaarlijk is. Volgens zijn psychiater is hij ontoerekeningsvatbaar en leidt hij aan schizofrenie. Welke Belgische seriemoordenaar vind jij het engst? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.